De volgende spreker en de laatste spreker van vandaag is Stefan van Veldhoven. Hij is een onderzoeker, meer dan 20 jaar ervaring bij onder andere Ipsos, De Telegraaf, Team 4. En sinds 2018 heeft hij een eigen bedrijf, voor mij zelfs twee eigen bedrijven, Research to Create en Return on Content. Hij komt een verhaal vertellen over content marketing en hoe onderzoek naar merken impact kan hebben op je customer journey. Stefan. Dankjewel, leuk dat je hier kan zijn. Ik ga vertellen over hoe realiseer je content meer impact op je merk. En de reden dat ik hier ben is dat ik, dat ik een tijd terug een blog heb geschreven op Frankwatching hoe je met content je impact op je merk kan meten en kan verbeteren. Daar ga ik straks iets over vertellen, maar eerst iets over mezelf. Ik ben al, wat net geïntroduceerd werd, al meer dan 20 jaar werkzaam in onderzoek. En vooral onderzoek naar merken en communicatie. Dus vooral, dan kan je denken aan onderzoek naar hoe sterk zijn merkimago's, wat voor positie hebben merken in de brand funnel, hoe kan communicatie daaraan bijdragen, hoe kan communicatie het merk versterken. Nou, ik heb dat gedaan bij de Telegraaf, ik heb bij verschillende onderzoeksbureaus gewerkt, ik heb bij een mediebureau gewerkt en sinds vorig jaar ben ik voor mezelf begonnen. En dit jaar heb ik samen met een oud-collega een initiatief gestart, namelijk Return on Content. En voor mij was dat een heel logisch vervolg, omdat je ziet dat in communicatie steeds meer aandacht verschuift van advertising naar content marketing. Omdat steeds meer merken hun eigen verhaal willen vertellen en het past niet altijd in een reclamespotje. En wat mij persoonlijk opviel is dat er ook vanuit onderzoek heel weinig onderzoek wordt gedaan naar content marketing. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar reclamecampagnes, naar effecten daarvan en wat het voor je merk doet. Maar er wordt heel weinig onderzoek gedaan naar wat voor merkbeleving content eigenlijk oplevert. En vandaar dat we daarin zijn ingedoken. En dat content marketing, sorry, ik ben een beetje schor. Dat content marketing belangrijk is, bewijst ook deze marketinggoeroe Seth Godin. Die zegt, ja, vandaag de dag gaat het eigenlijk niet zozeer om het de producten die je maakt, maar veel meer om het verhaal wat je vertelt. En dat zegt ook een Nederlands auteur als Cor Hospes. Die zegt, ja, marketing van vandaag de dag staat eigenlijk op zijn kop. Het gaat niet meer om zoveel mogelijk producten pushen en producten pitchen en zeggen, koop mij, koop mij, koop mij. Nee, het gaat veel meer om het leveren van waarde. En hoe kan je dat beter dan met waardevolle merkverhalen. Want met die waardevolle merkverhalen kan je van een nee een ja krijgen. En dan is content marketing heel geschikt. Omdat content marketing helpt de consument om waardevolle informatie te krijgen. Waardevolle informatie die entertaint, informeert, inspiratie biedt. En die eigenlijk niet zozeer bedoeld is om producten heel erg opdringerig naar voren te brengen. Niet om producten te pitchen. Maar om juist consumenten te helpen in hun journey. En volgens onderzoek onder content marketeers verwachten ze ook heel veel impact van. Marketeers denken van ja, nee, content marketing, dat blijkt uit internationaal onderzoek, dat blijkt uit nationaal onderzoek. Die verwachten heel veel impact van content marketing, meer dan wat van andere kanalen. En toch hoor je ook wel vaak, ja, dat is wel zo, maar er zijn heel veel vragen die leven over content marketing. Want ja, het klinkt in theorie heel goed en het is ook heel prettig om je eigen merkverhaal te kunnen doen. Maar heb je dan geen reclame meer nodig? Is het zo dat het eigen merkverhaal zichzelf genoeg vertelt? Nou, sommige puristen vinden dat, maar ik denk van niet. Ik denk dat je vaak toch een soort samenspel moet hebben tussen reclame enerzijds en content marketing anderzijds. Omdat je ziet dat omdat content marketing niet opgedrongen is, het is niet een verhaal wat je zoveel mogelijk pusht, maar eigenlijk de consument het zelf laat vinden, heeft dat een vaak wat lager bereik. En om dat bereik wel te stimuleren, zodat dat mooie merkverhaal wel genoeg gevonden en gelezen en geconsumeerd wordt, heb je vaak reclame nodig om het aan te jagen. Vandaar dat er een goed samenspel nodig is tussen reclame en content marketing. Wat vaak ook gedacht wordt, is dat content marketing eigenlijk wel genoeg gemeten kan worden met de eigen metrics. Denk aan pageviews en dergelijke. Nou, dat kan natuurlijk, maar soms mis je dan wel wat in het hele verhaal. En daar kom ik straks op terug. En wat ook wel vaak gedacht wordt, en ik snap die redenatie, is dat content marketing eigenlijk heel moeilijk gemeten kan worden in de effecten. Omdat het bereik wat lager is, denken mensen dan, ja, dat vind ik te weinig terug in een regulier onderzoek. En dat is ook vaak zo. Als je een regulier effectonderzoek doet, dan vind je eigenlijk te weinig mensen terug, te weinig respondenten terug, die zeggen, ja, ik ben bereikt door content marketing. En daardoor kan je het effect heel moeilijk vaststellen. Vandaar dat wij het eigenlijk op een andere manier doen. We meten meer met test- en controlegroepen. Maar het is eigenlijk wel belangrijk om te beseffen dat hoe belangrijk content is in de consumer journey. De journey start met content. Mensen als ze zich gaan oriënteren of keuzes gaan maken, gaan ze eerst kijken naar content. En ze consumeren meestal rond de 11
content pieces voordat ze een uiteindelijke keuze maken. En die content is vaak heel geloofwaardig. Die wordt vaak geloofwaardiger gevonden dan reclame. Maar dan is het ook belangrijk natuurlijk om te weten of content genoeg triggert. Of het genoeg merkoverweging stimuleert. Of het genoeg inspireert. Of het genoeg het merkimago bouwt. En genoeg koopintentie stimuleert. Nou, om dat te weten heb je onderzoek nodig. Want dat haal je eigenlijk niet uit je data analytics. En daardoor is het heel mooi aanvullend op elkaar. Om dat goed te meten hebben we een aantal modules. We hebben een aantal modules waarbij we eerst de ontwikkeling van content kunnen meten. Maar we kunnen ook een aparte module inzetten om juist de impact ervan te meten. Dat doen we kwantitatief met test- en controlegroepen. En we hebben een aantal modules om meer te optimaliseren en te valideren. En hoe wij naar content kijken is vooral om eerst te kijken naar wat voor rol heeft content nou in de journey. Past het in de journey die mensen aflopen? En vervolgens kijken we naar hoe komt die content nou precies aan? Weet het genoeg te triggeren? Weet het te passen bij het merk? Weet het te inspireren? Weet het mensen aan te zetten tot iets van actie? En vervolgens kijken we naar de effecten. En die effecten kunnen zijn op merk-imago-gebied, maar ook op merk-KPI's. Zoals merkoverweging, koopintentie, sharing, al dat soort zaken. En hoe we content meten qua beleving is dat we niet alleen kijken naar de eigen content, maar ook naar de concurrerende content binnen de eigen categorie. Zodat we precies kunnen kijken van deze content, hoe komt die aan bij mensen? En reken jezelf niet te rijk, want als die concurrentie betere content maakt, dan wordt het toch nog een lastig verhaal voor je. Dus vandaar dat we ook binnen de categorie benchmarken hoe jouw content aankomt. Nou, kwantitatief testen we hoe die impact is van content op jouw merkbeleving. En dat kunnen we doen door onder andere naar de merkfunnel te kijken. Weet de testgroep die exposed is met content een betere score op de KPI's te realiseren dan bijvoorbeeld de controlegroep die niet exposed is met content. En die test- en controlegroepen zijn identiek als het gaat om achtergrondkenmerken, mediagebruik, categoriegebruik. Het enige verschil is dat de testgroep exposed is met de content en de controlegroep niet. Dus op zo'n manier zijn we goed in staat om echt de impact van de content bij zichzelf te bepalen. Per kanaal, per content piece. En we kijken daarnaast ook nog naar het waarom en hoe. Waarom is het zo dat bepaalde content goed scoort of niet goed scoort en hoe kan dat nog beter? Daar gebruiken we kwalitatieve inzet voor. Nou, en de case die we tot nu toe hebben gedaan, hebben we naar gekeken en gebundeld en we hebben gekeken, wat kunnen we hier nou uit leren? Nou, daar hebben we een aantal tips voor gevonden, die we hebben gevonden uit die onderzoek die we hebben gedaan over content. En de eerste tip is, en dat klinkt heel eenvoudig, maar het is eigenlijk best moeilijk, match de metrics met de doelen. En wat bedoel ik daarmee? Van als je een bepaald doel hebt, zorg ervoor ook dan dat je dat doel heel goed kan meten. Als je bijvoorbeeld sales als doelstelling hebt, dan moet je zorgen natuurlijk dat je weet hoe je sales zich ontwikkelt. Nou, dat klinkt natuurlijk dodelijk eenvoudig, maar voor brandingdoelen is dat vaak wat moeilijker. En zeker als het gaat om content marketing. Want dan blijkt het vaak best een grote uitdaging om dat goed te meten. Dat zal ik met een voorbeeld laten zien. Als je kijkt bijvoorbeeld bij het platform Content, dat is een platform waarbij heel veel contentmakers en contentbureaus zich verenigen. Daar is een heel groot onderzoek naar geweest onder contentmarketeers. En daar is gekeken naar, wat zijn nou je belangrijkste doelen als het gaat om contentmarketing? Wat wil je nou vooral realiseren met jouw contentmarketingactiviteiten? En wat staat er dan op nummer 1? Het vestigen van autoriteit. Het zorgen dat jouw merk een connoisseur wordt, een expert wordt op een bepaald gebied. En verder staat bijvoorbeeld het realiseren van meer naamsbekendheid hoog op de lijst. En verder dingen als leads en merkimago en ambassadeurschap. En eigenlijk staat er vrij ver achteraan pas omzet. Het is belangrijk om te realiseren dat eigenlijk veel brandingdoelen eigenlijk worden toegekend aan contentmarketingactiviteiten. Dus het heeft heel veel belang om die merkdoelen goed vast te stellen. Nou, als je kijkt naar een ander onderzoek, wat gedaan is door het Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie, dat is een hele mond vol, dat is het SWOC, trouwens een echte aanrader om daar meer over te lezen. Die heeft ook onderzoek gedaan naar wat nou de belangrijkste doelen zijn van content marketeers. En wat komt dan naar voren? Ook eigenlijk min of meer hetzelfde rijtje. Reputatie, merkdoelen, dat is eigenlijk het belangrijkste doel van content marketeers. Maar, als je dan vervolgens gaat kijken wat er wordt gemeten, dan zijn het hele andere zaken. Dan is het dingen als website traffic, social media sharing, aantal inschrijvingen op de nieuwsbrief. Maar het zijn eigenlijk dingen die je niet zo goed kan meten als het gaat om, als je je contentdoelen wil meten als het gaat om branding.
Want hoe kan je met deze metrics vaststellen of jouw merkimago beter wordt? Hoe kan je vaststellen met deze metrics of jouw merkbekendheid beter wordt, of je overweging beter wordt, of je daadwerkelijk mensen triggert, of je daadwerkelijk mensen meer die funnel in krijgt? Dat is eigenlijk heel moeilijk met deze metrics. Daar heb je eigenlijk andere metrics voor nodig. Dus wat je dus eigenlijk ziet is een gat. De doelen zijn vaak branding, maar de metrics zijn vaak niet gestoeld op branding. En dat is jammer. Jammer ook volgens Les Binet. Dat is een guru die gaat heel erg ingaat over wat zijn effectieve campagnes. Die heeft daar enorm veel onderzoek naar gedaan, heel veel internationale bestsellers over geschreven. En wat hij vaststelt, dat effectieve campagnes eigenlijk steeds meer branding bevatten in vergelijking met een paar jaar geleden. Dus die branding component wordt eigenlijk steeds belangrijker. En dat onderschrijft ook bijvoorbeeld een bureau als Van Zandbeek, dat komt het marketingbureau van het jaar, en KPN. Die hebben gezamenlijk een artikel geschreven waarin zij zeggen van ja, content marketeers zijn eigenlijk vandaag de dag de nieuwe merkbouwers. Waarom? Omdat een reclamecampagne eigenlijk te shallow is, te weinig diepte heeft, te weinig inhoud heeft. En merken willen hun purpose veel meer vertellen, willen veel meer vertellen waar ze voor staan, willen hun bewijsvoering aan kunnen tonen. En dat kan vaak niet in een heel kort reclamespotje, daar heb je juist content marketing nodig om dat veel meer te kunnen vertellen. Vandaar dat content marketing eigenlijk steeds meer die rol moeten pakken als merkenbouwers. Nou, en als het gaat dan om merk-KPI's en welke merk-KPI's dan interessant zijn, dan is dit boekje een aanrader. Weer van het SWOC, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie. Ik zal daar niet alle te veel over vertellen, want daar is nu geen tijd voor. Maar het is wel een heel erg handig boekje waarin veel vuistregels in staan. Ik wil er alleen één citaat uit lichten. En dat is namelijk dit citaat. En daarin wordt namelijk aangevoerd dat in de digitale wereld het vaak een neiging bestaat om datgene wat makkelijk te meten is, te meten en daar de focus op te leggen. En andere dingen die wat moeilijker te meten zijn, en die misschien wel de tough questions zijn, misschien wel jouw uitdagingen zijn, die misschien wel jouw doelen vooral bevatten, die een beetje uit de weg te gaan. En dat is toch wel zonde. Het IAB heeft een taskforce op het gebied van content marketing. En daar was pas een bijeenkomst van en daarom werd vooral gezegd van ja, we weten eigenlijk tegenwoordig heel veel over content. We kunnen heel veel zelf meten wat mensen precies doen met mijn content. Maar wat we eigenlijk veel meer willen weten en veel meer willen gaan meten, is wat voor emotie content creëert. En wat voor brand-upjes het realiseert. En dan heb je onderzoek nodig, want dan wil je eigenlijk wel weten hoe content past in de consumer journey. Wat voor beleving content oplevert, hoe het wordt ervaring gelijk met concurrerende content in dezelfde categorie. Wat voor merkimago het verstevigt en hoe merk-KPI's worden gestimuleerd en hoe het nog verder beter kan. Kortom, match de metrics met de doelen. En het is soms een uitdaging als het gaat om content, maar het goede nieuws is, het is wel mogelijk. Tweede tip is, verdiep je op de triggers en barriers als het gaat om content. Dus weet wat als mensen jouw content zien, hoe stimulerend ze het vinden, maar ook welke barrières ze soms ervaren om een volgende stap te nemen. Want dat kan je heel veel leren om meer conversie te krijgen. En conversie is wel iets waar niet elke marketeer even tevreden mee is, als je kijkt naar de huidige conversierates. Dus het is wel interessant om te weten van ja, wat houdt mensen nou tegen om bijvoorbeeld wel geïnspireerd te zijn, maar vervolgens niet een stap te maken om voor jouw merk te kiezen. Nou, dan kan het heel erg helpen om bijvoorbeeld naar dit model te kijken van Google, het See, Think, Do Care model. En wat wij merken is dat veel content marketeers vaak letten op die do-fase. Dus als mensen klikken of ergens voor kiezen, dan gaan ze daarop optimaliseren. Gaan ze kijken, goh, misschien kan een andere koopknop helpen, kan een andere aanbod helpen, een andere prijs helpen om nog meer conversie te realiseren. En dat kan natuurlijk heel erg waardevol zijn. Maar het kan ook heel veel helpen, is onze ervaring, om iets in de eerdere fases te gaan bekijken. Kijken als mensen alleen die content nog zien, of ze wel getriggerd worden. En worden ze wel zodanig overtuigd om echt daadwerkelijk ervoor te gaan kiezen? Wat houdt ze daarvoor tegen? Nou, dan kan het helpen om bijvoorbeeld kwalitatief onderzoek te doen. Wij doen vaak naast die kwalitatieve metingen die ik net liet zien, kwalitatieve co-browsing sessies. Waarbij we via een online verbinding mensen thuis laten surfen en wij meekijken. We kijken dan mee hoe zij die journey ingaan. Hoe zij content beleven, hoe zij content ervaren. En dan kunnen we inzoomen op bijvoorbeeld dat contentwiel wat ik net liet zien. En kijken van, als we zien een verbeterpunt op bijvoorbeeld relevantie. Of dat we zien dat die call to action beter moet. Kunnen we daarop inzoomen. Maar wat we ook kunnen doen is kijken naar die triggers en barriers. Kijken wat voor content echt inspireert en triggert. Maar ook
wat hen tegenhoudt om een volgende stap te zetten. Zo hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de NS-tijd en NS Favorites. NS Favorites is een hele interessante site. Als je hem niet kent, zou ik zeker aanraden om eens te gaan bezoeken. Er staan allerlei stedentrips in van bloggers. En dan kan je allerlei dingen vinden over musea, over uitjes, over restaurants per stad. En er staan hele leuke dingen beschreven, wat heel inspiratievol is. Maar het zijn toch vaak barrières die mensen ervaren, waardoor ze niet de volgende stap nemen. Waardoor ze toch niet overwegen om met de trein daarheen te gaan. Zoals dit filmpje laat zien. Dan kan het gelijk iets harder. Nou, het geluid in het begin was een beetje zacht, maar waar het op neerkwam is dat deze vrouw ontzettend geïnspireerd was door de artikelen van deze site. Dat ze echt dacht, nou, ik wil wel naar Leeuwarden toe, naar dat museum. Maar ik weet niet of ik wel met de trein ga, want ik weet niet hoe lang het duurt, of ik 3 keer moet overstappen, of er allerlei andere barrières zijn. En dat houdt me eigenlijk om met de trein daarheen te gaan. En dat is natuurlijk wel zonde van de content als je die vanuit de NS maakt, van al die energie erin steekt. Hetzelfde zagen we eigenlijk bij de volgende respondent, die ook die NS-site bekeek en dacht van, nou, ik vind het wel leuk. Maar goed, ik weet niet of ik er wel de trein voor ga nemen. Ja, ik denk niet of ik meteen de trein ervoor ga pakken, dat moet me gemakkelijk gemaakt worden. En dan kom ik, denk ik, ben een ICT-treinreiziger. En ik denk dat het zou wel. Nou, dat zijn eigenlijk hele praktische tips die je duidelijk zag bij deze site. Dat mensen vonden het heel inspirerend, echt hele waardevolle, leuke verhalen. Hele leuke blogs over stedentrips en leuke tips. En mensen wilden daadwerkelijk daar iets mee gaan doen. Maar ja, als je niet heel erg die praktische informatie krijgt van hoe je er komt en wat naar de weg naartoe is en hoe je dat makkelijk kan faciliteren, dan schiet je toch je doel voorbij. En vaak haal je dat niet uit je website statistics of dat soort dingen. Dus die barrières zijn heel belangrijk om te onderzoeken. En dat zagen we ook bij allerlei andere producten. Een volgende tip is eigenlijk, kom niet te snel met de koopknop. Dat is eigenlijk een tip die hier min of meer aan gelieerd is. Maar het is wel heel belangrijk. Als mensen een journey aflopen, als ze content zien en zich oriënteren op producten, dan willen ze ook echt daadwerkelijk een soort trap aflopen. En overal even rondkijken en even voelen en even kijken, ruiken hoe het is en dan vervolgens weer verder lopen. Maar als je dan te snel komt met van koop mij, hier moet je boeken, dan haken mensen af. Want mensen willen eerst geïnspireerd worden, willen eerst wel dingen overwegen, eerst echt precies voelen wat voor hen goed is. En daarom moet je niet te pusherig zijn, niet te verkoopachtig zijn, want dan is het voor mensen echt een afhaker. Dat blijkt ook uit dit artikel, wat onder andere ook op Frankwatching stond, over converterende content. Daar wordt ook aangeraden om volgens content, volgens een bepaalde formule te gaan schrijven. En waarin wordt ook gezegd, je moet eerst het probleem schetsen, maar vervolgens moet je niet direct met de oplossing komen, want mensen zijn daar nog helemaal niet aan toe. Je moet ze eerst even goed laten beleven wat nou het probleem is en hoe dat voor hen zelf ervaren wordt, wat voor implicatie dat heeft, ja, wat voor dingen er allebei bij komen kijken. En dan pas moet je heel geleidelijk aan naar die oplossing toe schrijven. Want als je dat te snel doet, dan verlies je ze. Nou, een voorbeeld daarvan is van onderzoek dat we ook zelf gedaan hebben, onder andere voor een digitaal magazine voor Stay OK. Voor Stay OK hebben we de digitale magazine Go Local onderzocht. Dat is een digitaal magazine dat gaat over inspiratie, tips en leuke dingen, uitjes die je kan doen rondom de accommodaties van Stay OK. En Stay OK heeft ook een accommodatie die ze niet zo heel veel laten zien, maar die wel heel erg interessant is, namelijk een wikkelhouse.
Dat is een soort kartonnen huis die midden in de natuur staat. Heel erg leuk, heel inspirerend, heel mooi ontworpen. En daar hebben ze ook een artikel over geschreven in dat digitale magazine. En dat werd heel erg door onze respondenten ontzettend goed gewaardeerd. Ze kregen echt heel veel energie van toen ze dat lazen. En ze zagen ook een artikel met de maker van het wikkelhuis. Maar vervolgens werd direct de knop boek nu getoond. En zonder dat het echt duidelijk was hoe die beleving zou zijn als je daar zou gaan logeren als consument. En dat was voor mensen dan weer echt een afhaker. Zeg ja, ik wil er vaak best wel graag meer over weten. Ik vind het een heel erg leuk initiatief, leuk om te lezen. Maar ik wil eerst even weten hoe het voor mij zou kunnen zijn. En je moet dus niet direct snel met die koopknop komen. We zagen dat ook bijvoorbeeld bij een financieel merk waar we content van bekeken hebben. Die hadden enorm veel interessante informatie over wonen. Maar vervolgens de volgende pagina was heel erg verkoopachtig met allemaal verzekeringen en prijzen daarin. En dat was voor mensen direct een afhaker. En dat is zonde van alle content en energie die je daarvoor hebt ingestoken. De volgende tip is maak het zo persoonlijk mogelijk. Oftewel micro-persoonlijk. Er komt steeds meer content. We hebben een enorme contentberg vandaag de dag. Mensen spreken ook eens over een content shock. Dat komt omdat natuurlijk vroeger waren alleen uitgevers die content maken. Maar tegenwoordig kan iedere consument, ieder merk zelf content maken. En dat komt, daarmee krijg je dus ook steeds meer content. Dat aanbod is enorm. En de consumptie blijft relatief stabiel. Dus het gat daartussen wordt steeds groter. En dat is wel echt een probleem, want hoe val je nou op met jouw content? Hoe word je nou überhaupt nog geconsumeerd? Dat wordt steeds meer een probleem en dat zal in de toekomst eigenlijk nog groter worden. En wat is dan de oplossing? Nog meer content maken? Content maken over dat er zoveel content is? Nou, dat is denk ik niet de oplossing. Maar wat wel misschien de oplossing kan zijn, is dat je gaat kijken naar content die zo persoonlijk mogelijk is. En daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan content die niet voor iedereen gelijk meer is, maar zo persoonlijk mogelijk gemaakt wordt. En werken met micro-personalisatie, zoals dat zo mooi heet. En met de technologie van vandaag de dag is dat heel goed mogelijk. Zo heb je bijvoorbeeld het bedrijf Storytech, wat heel goed persoonlijke video's maakt voor merken. En dan maken ze niet maar één variant, maar honderden varianten of soms wel duizenden varianten van dezelfde video. En dan maken ze allemaal hele persoonlijke kenmerken verwerken ze in die video. Ze hebben ze onder andere voor het Van Gogh Museum, voor mensen die zich hebben ingeschreven om het Van Gogh Museum te gaan bezoeken, een welkomstvideo gemaakt. Maar dat was niet maar één video. Nee, ze hebben gewoon binnen die video hebben ze allerlei persoonlijke kenmerken weten te integreren. En elke bezoeker, elkegene die zich heeft ingeschreven, kreeg een andere video, een eigen persoonlijk gemaakte video. Waarin zijn naam werd opgenomen, waarin zijn naam op de videobol stond van het Van Gogh Museum. Waarin ingezoomd werd op zijn persoonlijke interesses. Waarin zijn weerbericht ook werd getoond van de dag dat hij het museum zou gaan bezoeken. Zodat het echt zo persoonlijk mogelijk gemaakt werd. En dat heeft veel meer impact, omdat het veel persoonlijker is. Dat blijkt uit onderzoek, want als je dan ziet dat 86% in onderzoek aangeeft, dat zegt van ja, als het persoonlijk gemaakt wordt, dan heeft het voor mij veel meer impact op wat ik ga kopen. Dus dat is echt wel heel erg een belangrijke tip om mee te nemen. Een andere tip is, zorg dat je wel duidelijk maakt wie je bent. En dat klinkt heel erg misschien als een open deur, maar wat je vaak ziet met content marketing is dat wat ik al in het begin zei, content marketing is bedoeld niet om heel verkoopachtig te zijn, niet om je producten te pitchen. En wat je dan soms ziet als tegenreactie, is dat merken dan heel erg bescheiden gaan worden. En dan zeggen, nou ja, ik stuur wel die content ergens op een platform, maar ik zeg niet bij dat dat voor mij is, of ik ben er heel bescheiden over, ik wil vooral niet te veel branding erin opnemen. En eigenlijk is dat wel zonde. Want als je dat doet, dan mis je eigenlijk het vertrouwen. Want merken zijn vertrouwen voor mensen. Merken zijn een vertrouwende baken voor mensen. Dus als jij niet duidelijk maakt wie jij bent als afzender, dan mis je dat vertrouwen als consument. Dus wees duidelijk dat jij degene bent die die content maakt en waarom je die content maakt. En dat wil niet zeggen dat je dan heel salesy moet worden, heel niet veel verkoopachtig moet worden. Maar je moet het wel duidelijk maken waarom jij die drijfveer hebt om die content te maken. En waarom jij de consument wil helpen in zijn journey. En waarom jij dat als merk belangrijk vindt. En daarmee voorkom je ook dit soort reacties. Dit is een reactie die we letterlijk uit onderzoek kregen. Mensen wisten eerst totaal niet wat die content was en vanuit welke afzender het gemaakt was. En waar het voor bedoeld was.
Terwijl ze wel eigenlijk heel enthousiast waren over die content toen ze het later wat meer bekeken. Maar dat is natuurlijk niet de reactie die je wil hebben als merk. Dus kortom, je moet niet te bescheiden zijn als merk. Niet te denken van, goh, ik mocht niet salesy zijn, dus ik laat maar heel weinig van mijn merk laten zien. Nee, wees ook merkbewust als je content maakt. Laat je merk zien en wees er trots op zonder salesy te zijn. Er zijn zelfs tests geweest waarin dezelfde content in verschillende varianten is getest. En de ene test had een heel zwaar gebrande vorm. En de andere variant had een heel licht gebrande vorm. Maar de content verder was precies hetzelfde. En wat werkte nou veel beter? Die zwaar gebrande vorm. Want die zorgde voor veel meer boodschapoverdracht. Die zorgde uiteindelijk voor veel meer effect. Dus wees niet te bescheiden. En als laatste tip, optimaliseer eerst je bereik. Of sorry, ik zeg het verkeerd. Optimaliseer eerst de impact en zorg daarna voor een goed bereik. En mensen denken vaak andersom. Die denken van, eerst moet ik het zo bekend mogelijk maken. En dan hoop ik maar dat ik veel impact krijg met watgene wat ik communiceer. Maar ik zou zeggen, doe het andersom. Ik zal laten zien waarom. Als het gaat om communicatie, is mijn ervaring dat eigenlijk maar een kleine aanpassing kan zorgen voor een veel grotere impact. Ik heb bijvoorbeeld een tijd geleden heb ik voor een grote bank een communicatie-idee getest. En dat communicatie-idee viel in eerste instantie totaal niet goed bij de consumenten. Ze vonden het alleen maar arrogant, ze vonden het vervelend, ze vonden het niet passend. Ze vonden er echt helemaal niks van. Het werd totaal met de grond tegelijk gemaakt. En toen gingen we niet het hele concept veranderen. We gingen de proposities veranderen. We gingen een aantal woorden veranderen. We gingen net de toon net iets anders maken. We gingen net de volgorde iets veranderen, hoe we het gingen communiceren. En een aantal nuances erin aanbrengen. Maar de propositie werd eigenlijk niet veranderd. Het bleef precies hetzelfde. En toen was het effect veel en veel groter. Kortom, je hebt eigenlijk niet heel veel nodig. Je hebt niet gelijk een hele grote sleutel nodig om meer impact te realiseren. Je moet eigenlijk een paar kleine dingetjes kan je wijzigen om nog veel meer impact te krijgen. En dat is wel belangrijk om te realiseren. Want effecten zijn het samenspel van bereik enerzijds, dus zorg dat mensen het weten. Kom er samen. Maar de vorm van impact onder die bereik. En als je die impact dus betekent onder die bereik een beetje groter, ik heb eerst, dat is eigenlijk pas de grootste uitdaging. Eerst die? Want winst. Er komen er nog twee, dan de filmpjes en dan weer terug naar die. Realiseren is relatief eenvoudig, zeker als je wat budget hebt. Maar impact optimaliseren is eigenlijk je eerste uitdaging. En als je dat goed doet, als je zorgt dat die impact zo groot mogelijk is. En dan kan eigenlijk heel eenvoudig een aantal. Moet ik hem nog aanhalen? Nee, succes. Het is eigenlijk niet heel intensief. Succes. Maar dan weet je niet van zeker dat jouw impact echt maximaal is. En vervolgens kan je het dan laten weten. Want dat zie ik ook vaak bij sommige content. Die heeft heel waardevol merkverhaal. En als mensen het lezen, vinden ze het super interessant. Maar heel weinig mensen weten het. En dat is natuurlijk zonde. Dus je moet er wel een goed bereik naast hebben. Want impactvolle content verdient een groot podium. En daarmee wil ik afsluiten.